Welkom bij een speciale aflevering van So You Think You Can Dance. Smooth Movie Editie. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play WarioWare Smooth Moves op de Wii. Ja, heel veel die verwarren met de Wii U, maar dit is voor de Wii. En de vorige aflevering hebben we Jimmy P gehad en ging niet zo goed. Als je het niet hebt gezien, raad ik aan om die aflevering te kijken. Is het weer voor mij gepaald. Maar in deze aflevering hebben we een vraagteken. Let's begin. Forever Form Baton, oftewel Wii Mode. Welkom terug in Wario's huis, alsof dat we dit niet gezien hebben. Mails hier, Flam Penny, die hebben we net gemaakt. Echt waar? Ja. Check me out! Echt zo'n... Oké, okay, hij krimpt al. Toink. Het is een kloonmachine! Aardbeien! Oké, we gaan aardbeien doen. En deze muziek is geweldig. Oké, die heb ik nog niet gezien. Creepy. Het zijn in ieder geval wel heel veel Wario's. Oh. Oké. Dankjewel dat je me vertelde dat ik moest stappen. Ik had geen flauw idee. Oh, de bokser. Punch! Maar tijd was nog niet om, dus ik denk, blijf even zo staan. Oké. Ik hou van deze muziek. Ik zou heel even stil zijn. Kunnen jullie van de muziek genieten? Oh, deze hebben we eerder gezien. Oké. Heel veel bekenden die weer terugkomen. Oké, ja, genoeg stilheid. Zo. Door één keer dit te doen. Dat is helemaal geen reality. Dat zal alles een stuk makkelijk maken. Oh, nou wel faster. Oh. Ja, heel veel van de allereerste die zitten hier wel weer terug. Dat is wel grappig. Oh, de samurai. Wakker worden. Wakker. Ik vind het altijd zo leuk om hem te blijven slapen. Ik weet niet. Je kunt het gewoon zo vaak... Oh. Je kunt zo vaak blijven doen als je wil. Hoi. Maar eigenlijk zou ik dat beter dan moeten doen met... Kijk of we het dadelijk kunnen doen. Ik bedoel, we hebben tijd genoeg. Wario! Moet het nou weer in een fart joke in? Skate joke, maar niet uit. Jij wordt daar. Stel je voor dat je die in de oceaan gooit. Nou ja, wordt de oceaan misschien een stukje warmer. Weet jij wil. Oh. Ja. Nog sneller. Dit wordt ramp dadelijk met... de discard. Dat was bijna mijn kopje. Maakt niet uit. Hartje! Hier, hè, kijk. Je ziet bijna de plastic laag niet liggen. Zo. Had ik nooit mogen zeggen. Maar, nee. Dit gaat snel! Ik kan er niet eens komen. Commentaar geven over de nieuwe games die we zien. Ik bedoel, het gaat snel! En dan zijn we nog niet eens bij de baas of bij de eindeloze. Oh. Ja, Weebo! Ik kan niet bowlen. Oké, maakt niet uit. Kom op! Ik kan er niet eens in een neus peuteren. Oh, boss stage. Jongens, ik ga stil zijn. Dit gaan jullie leuk vinden. Let op. Goedemorgen Nederland! Doe gewoon gezellig mee. En dan gaan we zwaaien met die handjes. Heel belangrijk het polsbandje wel om te doen bij dit soort dance moves. De buttons!
Het ergste is, je moet meedoen, anders is het van boe en dan lig je eruit. Dus ja. En die gaat snel. Maar goed. Alle Wario's verzamelen. En worden Wario weer. Hoi. Dan wil ik de snoepjes terug. Wario, serieus. Ja, die cakejes terug. Jullie begonnen met de diefstal. Oh, yeah. Nou ja, ik ging even een beetje op adem komen van dat dansje. Wat nog erger gaat worden. Ik bedoel, je kunt het ook wel gewoon zo gaan doen, maar ik vind het leuk om intensief mee te doen. Maar goed. Dit is niet het einde van de Let's Play. Er zijn nog extra dingen die je kunt ontlokken. En we hebben nog de challenge te doen. Er zijn namelijk verschillende dansjes die je moet doen bij die Dance Dance revolutie dinges. En we moeten daar nog een record gaan zetten. Special thanks to me, wat lief! Ja, gewoon buiten adem, jongens, zo werkt het. Maar ja, het heeft ook te maken met zomertijd, we moeten nog steeds aan wennen. Maar goed, we unlocken het UFO-verhaaltje. En dat is niet een van mijn favorieten, omdat dat samen met de nunchuk werkt. En het is al gek genoeg. En de olifantenhuisjes. Die ook nodig zijn. En dat zijn de minigames, geloof ik, die je daar zou kunnen spelen. Maar goed, wij hebben nog een recordje te settelen. Bij Tiny Wario. Let's do this. Ik maak me nou zorgen. Goed. Laten we rustig aan beginnen. Even rustig te koken. Hè? Ja, jij bent heel erg... Ik zou zeggen blij, maar je ziet er nogal verbaasd uit. Oké, we hebben de shaking spray. Oh, train. Zo voel ik me eigenlijk ondertussen wel naar zo'n opnamesessie. Ik bedoel, Twilight Princess is gewoon op de bank zitten en een spelletje doen met audiocommentaar. Dit is veel intensiever. Wat gaan we nou weer doen? Hartstikke lief. Waarom ook niet? Wij buigen wel. Hou je mond! Gewoon een One Punch Man. Dat is tegenwoordig in een hype of zo. Ik heb hem nog nooit gezien, maar goed. Ja... Ik zou daar toch even een afprintje voor nemen. Waarom ook niet? Of speel Wario ergens moet moves, waarom ook niet? Oh, hi. Mario. Luigi. Melon. Ik weet niet waar Melon mee bezig is. Melon! Die denkt ook bij zijn eigen van, is die voor een... is die gek? Oh. Hoi! Ho! Zoals ik al zei, moeten we dat even anders doen. Oh, Samurai. Wakker worden! Gewoon blijven slaan, de gek. Dan heb je eindelijk een keertje... Oh. Monies! Dan heb je eindelijk een keer de kans om Mario te slaan. Slaan dan ook. Hij kent ook wel zo'n smash, daar niet van, maar... Hij zit echt te ruft elke keer, maar daar word je niet vrolijk van. Ben je Nintendo serieus? Oké, weg. Ik heb een appel met een wormpje erin. En dat wormpje dat ziet er nogal heel erg fout uit. Ik kan er niks aan doen. En de pangwang. Hartstikke goed. Dat is wel nadeel. Je moet eigenlijk echt nadenken. Je kunt wel gewoon iets doen, maar dan heb je 50% kans maar. Ik denk dat het dadelijk het probleem is. Sneaky! Hij faked hem. Oké. Ja. Oh nee, ik ben slecht met bowlen, jongens. Oké, ik heb hem gehaald. Pluspuntjes, krijg ik nou mijn leven terug. Hadouken! Ik ben goed. Ik zal de manier in real life proberen. Don't try this at home. Oh, nee, nee. Ik weet niet waarom dat je in iemand zijn neus wil peuteren, maar... Ja. Oh, nee, we gooien geen maansteen naar mij toe. Ik wil niet even proberen in een clefable. Oké. Oh, Kijk eens, jongen. Alsjeblieft. Ben ik nou officieel getrouwd met Wario? I hope not. Oké, gaan we weer. De dance dance moves, waarom ook niet? Ik vind het muziekje vind ik eigenlijk best wel catchy. En dan gaan we doen mijn audiocommentaar. Ik ben net gek. Hoi. Bats. Doink. Boink. En we gaan lopen. Goedemorgen Nederland. Even een beetje die heupjes even een beetje losmaken, zo. De maat van de muziek. Niet stil blijven staan. Want anders verlies je een leven.
en wijst naar de muur. Even een moment van rust. Laat hem zakken. Beweeg je achterste. En zwaai hem met die armen. Zou zomaar in je huiskamer staan. Ik heb hierachter heb ik nou mensen die staan nou echt bij mij naar binnen te kijken. Want ik heb lekker de zon naar binnen toe. Voor goede belichting. En denk ik, wat is hij nou aan het doen? Smooth moves. Wij bewegen gewoon. Waarom zou je armen zo bewegen? Is dit balloon flight of zo? Ja, hoi, ja, hoi, ja, hoi, ja, hoi. Ik ben uit de maat. Mij telt, dat is het belangrijkste. Oké. Okay. Dan gaat alles zo snel. Maar een moment van rust. Let's pose. Gewoon een makkelijk alsjeblieft. Ready for liftoff in 3, 2, 1. Oké. Het is een Mario game, wat verwacht je? Oké, we gaan verder. We hebben alle vier de levens nog. Gordon Ramsay. Oh, wacht even. Daar had ik vervelend nieuws over gehoord. Die was overleden of zo. Dat was eigenlijk jammer. Mijn vader was helemaal gek van dat programma om daarnaar te kijken. Ik hoorde dat gisteren toevallig eerst paasdag is. Oké. Ik deed dit en hij ging. Ik ben best. Maar wil je niet klagen. Oh, upper punch. Upper punch, dank je. Ja, Melon, hij wou niet reageren, ik zeg je daar. En Melon, die helpt mij daarbij. Volgens mij ben jij nogal lang. Ik weet niet wat het is, oké. Okay. Is dat echt een spel? Bestaat zo'n spel echt? Vraag mij af. Oké, wat gaan we doen? Hadouken, zoe! Volgens mij wil Melon niet hebben, maar niet. Nou, weet je waar Melon. Oh, die anders ook? Ah, net te laat. Weet je waar Melon op het einde van de aflevering mag je ook even in beeld? Hartstikke gezellig. Oh. Je zit nou echt zo aan te kijken van ik wil aandacht, ik wil een beeld! De kijkers willen jou ook nog graag in beeld, denk ik. Hadouken. Hij ging dicht, zag je dat? Oké, dus als je een broken honkbalknuppel samen met een bal doet, dan moet je hem wakker maken. Ik kan blijven slaan, ik vind het leuk. Ik bedoel, hij zit constant te scheten te laten, daar word je niet vrolijk van. Ja. Doe maar de airwalk. Hey, voordat ik deze als eerste had gedaan, zeg. Protect. Nee. Oké, wat gaan we nou kijken? Stel je voor dat je dit in actie zo doet. Ik ben er slecht in. Oké, hij telt. Maar volgens mij krijgen we daar ook andere dansjes en zo, dus Ik weet niet wat ik deed. Ik deed één keer dit en dat ging in één keer van. Het gaat snel! Oké, handlebar. I can handle that. Hadouken! Oh god, we krijgen dadelijk alweer de dans. Oké, Mario's. Je mag daar niet rondspringen, het is Minecraft, hè? Dus dat is een farm. Daar zijn we weed aan het verbouwen. Oké, gaan we weer. De dance. Dit is een hele nieuwe dance. Die ken jij in mijn hoofd. Oh, we moeten gelijk zo beginnen. Shake that booty, booty. Twee keer tappen, oké. Is nieuw. Oh. Dit is iets nieuws. Het is een beetje houterig, maar ik draai me dan eigenlijk niet mee hoor. Ik moet wel het beeld kunnen zien. Oké. Dit is een hele nieuwe dans. Interessant. Och. Ik doe het goed op de maat van de muziek. Ik kan maar wat. Kijk eens thuis, doe gezellig mee! Oh, gaan we weer. Oké, dit is vermoeiend. Zo hé.
Zeg maar dat je dit op hartje zomer gaat doen. Dan heb je gewoon een waaier zo nodig. Zo. Het spook. Ik ben Link. Ik heb Twilight Princess gespeeld. Oké. Spoilers! 38 en we hebben nog alle leven, zeg. Oké, ik heb hem. Nooit zo intensief meedoen. Die centimeter, millimeter, hooguit. Oké, wat gaan we doen? Wat nou? Jullie stonden ook op! Meid! Ik wil dat derde randje ook halen. Ik moet dat derde randje ook halen. Moet ik concentreren, jongens. Mijn audiocommentaar gaat even omlaag. En geconcentreerd. We gaan dit halen. Ik weet niet waarom dat we in één keer bunny hoortjes hadden, maar goed, het is Pasen. Oké, dat was 18 elke keer, geloof ik. Bloemetjes! Ik doe Mario erachter staat. Oh, sorry. Oké, concentratie. That's so not fair! Oh, dan mag ik niet meer falen. Oké, dat was een beetje te veel van het gooien. Volgens mij moeten we tot, even kijken, 54 komen voordat we weer de boss stage hebben. Tenminste, dat denk ik. Oh. Oké, goed zo. Dat is een nieuw game. Maar volgens mij moeten we dat halen. Is het weer wakker slaan? Oh, die is makkelijk. Gewoon blijven slaan, gewoon blijven slaan, gewoon blijven slaan. Stelt hij op. De zon kan in één keer schijnen. Mijn camera in één keer te klikken, maar dat maakt niet uit. Maar dat is catch him. Ah, nee! Nee. Ik wou dat derde dansje laten zien. Oké. Er zijn meerdere manieren. Even kijken, waar is het? Oh, die hebben we nog niet unlocked. Die zou hier moeten komen. Nee, dit zijn cutscenes. Die zou daar moeten komen. Jongens, ik bewaar die voor de volgende aflevering. Als die een keertje komt, dan komt zeker dat derde dansje. Ik ga heel even pauzeren. Eventjes rustig wat drinken. En hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Wario Swear. Wario Sweat Moves. Mag ik het even opnieuw doen? Dank je. Wario Wear Smooth Moves. Ik hoop jullie dan allemaal te zien. Dan gaan we naar de Orbulan. Nee, die heeft nog niemand gedaan omdat hij zo saai is. En we hebben natuurlijk ook nog All Mixed Up. Wat ook hartstikke gezellig is. Maar dat doen we allemaal bij andere in toekomstige afleveringen. Dus ik denk jullie voor het kijken. Heb je het leukste momentje? Laat weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat weten of je mee hebt gedaan met een leuke duintje. Als je daar tijd voor hebt. Dan like achter als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play WarioWare Smooth Moves. Bedankt voor het kijken, jongens. En tot dan. Doei!